Maar wij kregen best wel commentaar op Facebook. Ik zou je vertellen, ja, je werd gemist. En kan blijven, ja. Er zijn een heel aantal mensen die mij persoonlijk berichtje hebben gestuurd en gevraagd van, goh, wanneer gaan jullie weer met jullie leuke filmpjes beginnen? En nu? Dan graag met de oude slagen. Okay. Dus bij deze staan we er weer, hè? Dankjewel. We hebben samen even over gehad van, nou, wat kunnen we de mensen nog laten zien? Het is toch mooi als je zelf in alles in eigen beheer hebt en alles zelf maakt. Kun je natuurlijk ook veel laten zien. En vandaag hadden we bedacht om de lever maar eens even te laten zien hoe we dat laderen en nou, hoe wij eigenlijk de gekookte lever bereiden. Hè? Een leuk idee, ja. Ja, ik zal proberen daar iets over te vertellen. Maandag slachten wij de koeien en dan zoek ik eigenlijk de mooiste, blankste lever uit om voor onszelf voor de snijmachine te koken. Koken, gaten maken. Ja. En het oog viel op deze die hier op de tafel ligt. Kijk. Dat is een mooi, compact, volgens mij redelijk jonge lever. Want ja, de ene zegt je moet een jongen hebben, want die is mooier van kleur. En de ander zegt, oude die kleuren beter naar die tijd op. Okay. Maar oud is bij ons nog sowieso niet, dus dit zal een lever zijn van een beest van de jaren of 3. Ja, veel oude slachten de koeien niet. Daarom, wij slachten ze niet ouder dan 4 en vandaar dat het dus dat eilen niet meespeelt. Maar ik heb deze lever uitgezocht, zag er mooi, dik, vast uit. En de kleur beviel me wel, maar zo komt hij dus uit de koe. Hier bovenop zit nog de alvleesklier en zo, maar die is er wel af. Maar hier heb je de poortader, heet dat. Dat is de aanvoerder van waar het bloed, de lever in gaat. Ja. En door de keuringdienst is deze gekeurd en goed bevonden voor menselijke consumptie. Want ze hebben nog wel eens een keer leverbot. Dat is een parasietje wat in de galgangen zit van de lever. Galgangen zitten door deze hele lever heen. En als hij dat heeft, dan wordt hij dus afgekeurd. Kun je dat aan de buitenkant ook goed zien? Als dat kun heeft? Je vaak. Sterk opgezwollen galgangen. Precies. Bloedaders en galgangen. En die zijn dan verkalkt ook. En dan gaan die levers die gaan weg. Ja, ja. Maar dit is dus een gave lever, zeg men dan. Lever gaaf. En, dan ga ik dus een stuk van klaarmaken om voor de boterham gaar te maken. Ja. Dit noemen we de duim van de lever. Je kunt zien, er zit een beetje een duim bij de lever aan die snijker af. Okay. Gaat mooi in de bakje apart, die kan later door de balken breien. Ja. Dan maak ik ongeveer de maat. Ik denk, nou, niet te groot, niet te klein. Snijd hem door. En dan kan geen verrassingen tegenkomen in de galgang. Dan gaan we verder met deze. Nou ziet er gaaf uit. Mooi. Wat. Ja. Ik ga daar die ongerechtigheden, vettigheid en restanten van klieren afsnijden. Dat gaat ook niet door de balken breiden, dat leggen we apart. Maak een mooi model en vorm eraan. Zo is dus ongeveer. Waar je op de snijmachine mee uit de voeten kan. Ja. Snij nog die. Dit is een bloedader. Snij ik nog courant eraf. Om een goed model aan de lever te krijgen. Nou, hij moet natuurlijk ook op de snijmachine passen. Ja, hij moet op de snijmachine passen. Krimpt nog wat op, enigszins op. En nadat hij. Straks als hij gaar is, krijg ik dat buiten de vriezer af. Want dat blijft ontzettend taai. Ja. Ik kan u straks laten zien aan een ander stukje. Nou, hier hebben we één stuk en het andere stuk ga ik dan proberen te laderen. Dat ga ik laderen, dat probeer ik meer te doen. Ook een beetje courant snijden. Model eraan, een stuk van de poortader nog weg. Ja, dat is zo mooi dat je zelf ook keurmeester bent geweest, hè? Dat je ook gewoon heel goed... Ja, daar heb ik wel voor geleerd, ja. En daar ben ik ook wat geweest, een half jaar. Ja. Je hebt er altijd wat aan. Ja toch? Ja. Kennis is nooit uit. Ja. Nou, grand stukje van gemaakt. Nu ga ik dat voor de film, die kleine stukje laderen. Ja. En dat doen we met de ladeernaald. Die ligt hier. Ladeernaald is een gutsje. Een gebogen roestvrij staal. Met een paar haakjes erin, waar ik streepjes spek in ga leggen, die ik gedeeld voorbereid heb hier. En dus op deze wijze
gesneden mee. Dat is weer spek van het vark, hè? Ja, gewoon spek, rugspek van het werk, is mijn spek in dit geval. Stevenjes van gesneden. En dan nog een keer dunner gemaakt. En dan kunnen die, maak ik er een beginnetje aan, puntje, kunnen die in dat kutje gelegd worden. Haak ik daar achter die haakjes van roestvestaal die erin zitten, er doorheen en vervolgens door de lever. Andere kant loswippen en de guts terugtrekken. En dan zo proberen dat in een redelijk motief. Een beetje netjes, dat is niet zo netjes. Een redelijk motief door die lever te spinnen. Ja, precies. Je maakt er een mooi patroontje in. Ja, dat. Ja. Niet alle lever in één plekje zitten. Nee, precies. Of niet alle spekken in. Ja. Nou, dat lijkt wel vrij soepel te gaan. Ja. Nou, zo vervolg ik dat ik de lever vol heb zitten met spekjes. Een stukje of 6, 7, 8. Mooi verdeeld daaroverheen. Ja. Dan is die lever is dan klaar om te gekookt te worden als die spek erdoor zit. Deze lever is klaar om gekookt te worden. Gaan in de pan. Deze maak ik straks even af, gaat ook in de pan. Ja. Ik doe daarop 150 gram zout. Op hoeveel liter water doe je dat? Hier komt nog ongeveer een liter of 6 water op. Oké. Ja. Dat 20 gram per kilo, dat is ongeveer goed voor de meeste producten. Aan de zoute kant, maar die blijft veel in het water, trekt maar weinig in de leven. Ja, juist. Ja. Doe daar koude water op. Dat het ongeveer een liter of 6 is. Steekt hem niet helemaal in de oven, maar dat houden we ongeveer aan. Ja. Als die dan wat water erin zit, gaat hij op pain-marie. Gaat hij in de kookketel, dan zet ik hem erin. Dan zet die kookketel op 72 graden. En dat duurt ongeveer een uur of 4. Okay. Voordat hij dan wijd mooi zat, gaat doorgekleurd en daar. Ja. Weer wat de snijding is. Ja. En zou je dat niet op bain-marie doen, gaat hij dan aanbranden? Nou, dan moet je er geregeld bij blijven staan. En op bain-marie is dat zonder risico. Doe hem in de kookketel. Straks laten zien hoe hij is. Ja. Goed. Hier zijn we dus bij de kookketel. Daar zit ook rolpens in plastic. Ik ga ook nog eens een keer zien hoe dat heel mooi kan. Maar daar zetten we dus tussen deze gebokken bodem te staan. Het staat nu op 76 graden, ga ik terugschakelen naar 72. En het kastje gaat dicht. Ja. Leven gezien, kastje gaat dicht. Nu is het een kwestie van afwachten. Uur of 4 en dan komt de lever er zo uit te zien als die van vorige week hebben. Dus ik zal hem even laten zien. Ja. Als dan alles gaat zoals we graag hopen, dan ziet die lever er over een uur of 4 ongeveer zo uit. Deze is dus eerder.